Een hele, hele goede morgen, lieve, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Het is weer zondagmorgen. Het is weer hardlooptijd. Nou, zoals je kunt zien, ik ben weer in het bos geweest. En, foei. Dit was een foei foei. En waarom zeg ik een foei foei? Omdat het vermoeiend was. En ik heb niet het idee dat het te maken heeft met het feit dat ik gisteren laat in bed ben gegaan. Want we hebben natuurlijk een uur terug. Normaal gesproken zou ik dan zeg maar om 1 uur naar bed gaan. En dan zou ik weer gewoon om 8:30 ongeveer opstaan. Of sorry, 7:30 opstaan. En dan rond 8:30 naar het bos. En dan gaan lopen. Nou ja, dat heb ik eigenlijk ook gewoon gedaan. Alleen, ik heb dat uur... Die heb ik ook gewoon meegeteld. Dus in plaats van 1 uur ben ik gewoon om 2 uur naar bed gegaan. Nou, alle gekheid op stokje, dat had er mee te maken dat ik gisteren een vlog in elkaar heb gezet van het motorrijden van een paar weken terug. En ja, ik moest die afmaken. Ik moest die gisteren een keer afmaken. Nou, daar ben je dan even bezig. Ik heb ook iets nieuws geprobeerd. Maar goed, als het goed is, komt die. Of is die nu ook al online? Hij is vanochtend om 9:30, want ik heb hem op tijd gezet, om 9:30 is die online gekomen. Nou, wat ik een keer heb gedaan, ik heb geprobeerd om een voice-over te doen. En een voice-over om dus de begeleiding te maken van de rit, om wat dingetjes aan te stippen. Want ik heb geen communicatie, ik heb wel een communicatie in helm zitten met radio en telefoon, maar niet met mijn dochter samen. Dus wij kunnen daar geen conversatie in voeren. En ik heb hem ook niet gelinkt met de GoPro. Dus ja, je hoort af en toe wat dat we iets zeggen, dat we het ergens over hebben. Dat kun je natuurlijk wel een klein beetje door het geluid van de motor heen horen, soms. Maar niet altijd. En je hebt ook stukken dat we gewoon helemaal niks zeggen, omdat je natuurlijk een lange stuk aan het rijden bent. Nou, om dat een klein beetje proberen te doden, heb ik gisteren bedacht van, god, laat ik eens een keer een voice-over doen. Nou heb ik inmiddels gemerkt dat ik, als ik dat ga doen in een voice-over, dat het redelijk monotoon is. Maar goed, het is het proberen, of ja, dat zonnetje dat begint natuurlijk weer te schijnen. Zo. En ja, ik heb het een en ander moeten gaan uitvogelen hoe dat ik dat heb gedaan. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb dus het filmpje gemaakt, of tenminste, ik heb de stukjes gemaakt. Laten zien. In dezelfde tijd heb ik mijn telefoon op spraakrecord gedrukt en dan eigenlijk op de telefoon een beetje ingesproken. Maar wat was ik nou vergeten? Ik was nou vergeten om dus een blaadje langs te leggen, om dus even wat tijdstippen aan te vinken of op te schrijven van waar ik wat ongeveer heb gezegd, bij welk stukje. Ja, dat wordt het puzzelen. Natuurlijk, je weet wat je hebt gedaan, hoe dat je het achter elkaar hebt gezet, wat je tegenkomt, wat je hebt gedaan. Nou ja, goed, dat alles dus achter elkaar ingesproken en ja, aan elkaar geplakt. Nou, daar ben je wel even mee bezig hoor. Ik geloof dat ik ergens om, zal het zijn geweest, ik denk gisteren rond een uur of 1:30. Dat was iets 1:30 gistermiddag begonnen ben. Ja, en vannacht om een uur of 1 was hij, rond een uur of 1 was hij aan het renderen, aan het uploaden naar YouTube. Dan heb je natuurlijk niet weg dat ik constant aan de gang ben geweest. Tussendoor een keer alvast gedaan, gegeten natuurlijk. Of de dingetjes gedaan. Dus het is niet dat ik echt die 12 uur mee bezig ben geweest, constant. Maar er gaat een bak tijd in zitten en zoiets. Dat is in ieder geval zeker. En ik denk eerlijk gezegd dat dat misschien ook wel te maken heeft dat ik dus nu daardoor toch wel wat vermoeider was, ondanks dat ik dan zeg maar de normale tijd heb geslapen.
Ja, met dat uur terug uit meegecalculeerd. Gewoon de normale uren geslapen die ik anders ook zou slapen van een zaterdag naar een zondag. Maar dat de inspanning die ik heb gedaan met betrekking tot het YouTube verhaal, het filmpje, dat het toch wel wat energie heeft gekost. Dus, wat was namelijk het resultaat van vandaag? Niet schrikken, 3 rondjes. 3 rondjes. Ja, het is wat het is. Ik ga er niet meer van maken. Zoals je ziet, ik ben ook gewoon naar huis gereden. Ik ga nu ook niet naar de gym. Omdat ik denk dat het daar ook weinig uithaalt nu op dit moment. Ik denk dat ik het verstandig ga doen om nu maar even niet te doen. Dus, maar ik ben in ieder geval warm genoeg, want de ramen gaan beslaan. Dus ik ga bij deze de boel afsluiten. Dus in deze zou ik zeggen, de groeten. Even nog een duimpje omhoog knallen en even abonneren op mijn kanaal. Dan zie je de volgende week zondag weer terug. En ja, ik ga kijken of dat ik tussendoor weer een keer een of ander vlogfilmpje kan maken. Ik heb nog wel wat in de pen zitten. Dus, maar dat komt goed. Komt goed. Voor de jongens voor vanmiddag in ieder geval. Succes. EVV. We hebben in ieder geval een thuiswedstrijd. Dat scheelt een stuk. En ik hoop dat we geen last krijgen van het weer vandaag. Maar goed, dat weten we vanavond pas. Kijk, ik was wel op voorbereid om even zo te gaan. Want ik heb mijn gym patas. Wat een naam af en toe. Mijn gym patas heb ik gewoon meegenomen. Dus het idee en de intentie is er wel, of was er wel, om dus naar de gym te gaan alsnog. Maar ik zie het nou niet zitten. Ik zie vandaag echt niet zitten om dat te doen. Dus, ik denk dat de wijsheid er is. Niet doen. Gewoon stoppen. En klaar. Dus, nogmaals. Even duimpje omhoog knallen. Even abonneren op mijn kanaal. En dan zie je de volgende week zondag weer terug. Ik zou zeggen, de groeten. En tot de volgende keer. Ik zeg, tjoe.